ik ben nog eens even terug met een filmpje. Ik wil jullie eventjes laten zien hoe ik aan de slag ga met de Dutch Doobadoo mallen. Ik vind dat heel fijne mallen, omdat je daar geen machine voor nodig hebt om ze door te draaien. Je kunt ze blijven gebruiken. En heel eerlijk, ze zijn ook niet zo heel duur, hè. Het gamma is heel uitgebreid. Ik heb er nu een paar gekozen die ik al in mijn voorraad liggen had. Dus dacht ik, ik laat eens snel zien hoe eenvoudig je eigenlijk snel iets hebt. Je ziet me hier de mal overtekenen op papier. Wat heel belangrijk is, is dat als je je mal... Nu in de laatste nieuwe mallen staat er een nummertje ingedrukt. Als dat nummertje bij... op het ene papier bovenaan ligt, als je aan het overtrekken bent, zorg dat dat bij elk papiertje bovenaan ligt. Heel soms, als je je mal omdraait, dus de vlakke zijde, de onderkant of de bovenkant, kan het zijn dat het dan, dat je papiertjes die je erop plankt, dat die niet meer zo goed gaan passen. Als je je mal altijd aan dezelfde kant, met dezelfde bovenkant omhoog legt of beneden legt, dan gaat het ook altijd passen. Als je goed knipt natuurlijk, hè. Dat is een voorwaarde. Hier ben ik dus nu even het doosje aan het uitknippen en nu ook de papiertjes voor erop. Ik heb het heel simpel gehouden, ook omdat ik het filmpje echt niet te lang wil laten duren. Hier bij deze mal, bij de meeste mallen moet je nooit zelf iets verkleinen. Maar deze mal heeft geen, geen maatje waar dat het papiertje erop in past. Dus, maar dat is eigenlijk een kleine moeite. Ik doe gewoon van elk randje ongeveer 2 à 3 mm af. Afhankelijk van hoe groot ik mijn randje wil. En omdat het gewoon rechtdoor is, is daar niet veel moeite aan. Zit je met bochten en zo, dan is dat niet nodig. Je gaat verderop in het filmpje zien dat ik nog een kaartje maak. En daar zie je dat voor het papiertje erop, voor te versieren, dat er wel degelijk ook een streep is voorzien om na te tekenen. Dus een van de enkele malletjes waar dat dan nu niet bij is. Waarschijnlijk ook omdat het zo gemakkelijk is om dat zelf even te doen. Ik maak gebruik van mijn scorepijl omdat ik hem heb. Heb je dat niet? Kun je even goed met een rilpen of zelfs met een gewone pen een vouwrandje maken. Ik vind het gewoon gemakkelijker om het plooien te vergemakkelijken met die scorepijl. Het is zo'n beetje zoeken voor dan de schuine lijntjes, maar op het gevoel doet dat ook al heel veel. Ik veeg zeker altijd, ik score altijd met mijn vouwbeen, altijd eens over de vouwen, dat die eens goed voorgevouwen zijn. Dat is een wereld van verschil als je je doosje in elkaar aan het plooien bent. Als je vouwen goed zijn, dat is goed begonnen is half gewonnen, gelijk ze zeggen, hè. En dat vind ik in dit geval ook echt wel... Wel zo dat is. Dus alle vouwen zijn nu ongeveer voorgevouwen. Dan is het tijd voor de plakband. Je ziet ook natuurlijk dat ik het filmpje wel een beetje versneld heb. Hè. Dit gaat 3,5 keer zo snel. Langs de andere kant zo een doosje maken of een kaartje maken met deze mallen. Je bent daar echt niet zo heel lang mee bezig. Als je dat vrij simpel houdt, kun je op een half uur een heel mooi kaartje of doosje hebben. Wilt je er heel veel werk in steken, dat kan natuurlijk even goed. Hè? Ik gebruik hier nu even een tube verf om mijn doosje in te gaan en beneden mijn plakband goed aan te duwen. Nu heb ik de bovenkant gevouwen. Nu met behulp van een prikpen en een prikmatje ga ik even gaatjes prikken waar ik gaatjes wil. Waarom doe ik dat zo? Omdat ik niet... Door die plooien die erin zitten, zou ik met mijn pons toestelletje door vier lagen papier moeten gaan. En dat overleeft het niet. Dus heb ik een gaatje geprikt en dan elk afzonderlijk. En dan komt dat ook overeen. Ik heb mijn mooie papiertjes even gedistressed met dessertpapier. Ik vind altijd een afgewerkt... ze ziet er wat afgewerkter uit. Ook bij een simpel kaartje mag dat. En dan met behulp van de Dutch Doobadoo lijm. Ik moet zeggen, een van mijn favoriete lijmen op het moment. Je kunt er heel fijn mee doseren. En die droogt ook heel snel. Je hebt nog net de tijd om je papiertje te goed te schuiven waar het moet liggen. Maar
vijf minuten later krijg je het echt niet meer los zonder iets te scheuren. Dus dat is echt goede, stevige, snel drogende lijm. Heel tevreden van. Uiteraard is lijm iets heel persoonlijk in gebruik. De ene wil alleen maar dubbelzijdige plakband, de andere wil alleen maar vloeibare lijm. Dat is heel persoonlijk, hè. Nog een lintje erin. Et voilà. Dan is het doosje af. Dan moet er enkel nog een beetje versierd worden. Ik heb hier een oud knipvel boven gehaald, een bloemetje erop. En dan heb ik nog een stansje van gefeliciteerd. Dat kan ik ook mooi kleven door die lijm te doseren. Het heeft een heel fijn spuitmondje. Zo. De puntjes op de i. En dan hebben we heel snel een heel eenvoudig doosje. Altijd leuk om een cadeautje. Er kan een centje in, er kan een snoepje in, er kan eigenlijk nog wel best van alles in. Het is niet super klein. Voilà. Twee doosjes. Heel leuk en heel simpel. Dan heb ik ook nog de mal van het treintje. Het treintje vind ik heel leuk voor de kleine jongens als die verjaren, maar ook bij geboorte. Ik link het nogal bij jongens, maar goed, eigenlijk een meisje kan ook perfect. Ik heb er nu in dit geval, ik heb gewoon een beetje gekeken naar het papier wat ik nog liggen had. En ik had een heel oud boekje van Bob Bunny, denk ik dat het is, van Halloween. Dus ik dacht, ik maak er een spooktreintje van. Moet ook eens kunnen, hè. Ook bij deze mal net hetzelfde, helemaal overtrekken. En nu kun je eigenlijk zo tussen mijn handen door al zien dat die de binnenste lijnen wel ook heeft. Dus zo zijn, ik ga niet zeggen alle, maar toch bijna alle mallen ook. Dus daar heb ik mijn kaartvorm al. De wielen doe ik uit een ander papiertje. Hier ben ik, je gaat zien dat ik hier begin met mijn vorm te overtrekken. Dat ik stop, hem herleg en herbegin. Kan geen kwaad, waarom niet? Ik doe dat aan de achterkant. Zolang ik goed weet welk papiertje dat ik nu, ja, welke lijn dat ik nu zelfs moet knippen, dat ik niet de fout in ga, is dat allemaal oké. Mijn mal lag net niet goed genoeg op het papiertje, waardoor dat ik anders een stukje tekort kwam. Vandaar. Het raampje. En dan hebben we nog enkele kleine dingetjes als het dak, het stoomdekseltje van de trein, het voorste stukje. En voilà. En wat ik ook overtrek, omdat ik mijn basis op een hele donkere kaart heb gelegd, neem ik ook nog de volledige binnenste lijn, dus niet de buitenkant van mijn mal, maar die volledige binnenste lijn, die overtrek ik ook nog eens op wit papier. Waarom doe ik dat? Dat is voor aan de binnenkant van mijn kaart te leggen, zodat je er met elke pen op kunt schrijven. Op donker papier is dat niet altijd zo evident. Dan moet je al een gelpen of een metallic pen hebben waar dat je goed op kunt zien wat je geschreven hebt. Vandaar mijn keuze om even nog een witte binnenkant te maken. Dat is natuurlijk niet nodig, maar ik vind dat wel handig. Hier ben ik alles aan het knippen. En ik ga u besparen dat ik alles knip. Dus ik heb een klein stukje geknipt in mijn filmpje, waardoor dat we dadelijk gaan overspringen naar een volgend stuk. Voilà, alles mooi geknipt. Hey, de wondere wereld van filmpjes editen. Wat ik wel weer doe, is weer wat stressen. Ik weet niet of je het goed kunt zien in de snelte van het filmpje nu. Maar het papier heeft effect. Ja, het papier is alleen maar bedrukt. Dus de binnenkant is altijd wit. Distrest je niet, dan zie je dat wit een beetje. Stoort dat? De ene wel, de andere niet. Ik vind het gewoon leuker als het weg is, het witte randje. Voilà. En ook dan gaan we kleven. Wat ik ook heel leuk vind aan die lijm, ik ben hier precies reclame aan het maken voor de lijm van Dutch Doobie Doo in plaats van de mallen. Maar goed, die lijm,
als je zorgt dat je daar niet te veel van gebruikt, dan bobbelt je papier ook niet. Je zult dat wel allemaal eens ooit ondervonden hebben, dat vloeibare lijm je papier zo kan verbobbelen, precies of het nat is, hè? Ja, vloeibare lijm. En ja, natuurlijk, als je van deze lijm gigantisch veel gaat gebruiken, doet hij dat ook. Dan doet elk papier dat met vloeibare lijm. Maar eigenlijk, door niet te veel te gebruiken, vind ik niet dat het papier bobbelt. Ik weet niet of jullie ondervindingen er anders over zijn. Mogen mij dat altijd laten weten. Maar mijn ondervinding is positief. Voilà. Bij deze is mijn trein ondertussen ook al geassembleerd. Kan ik mijn binnenkant erin plakken. En heb ik alweer een kaartje klaar. Ook hier niet veel tijd in nodig gehad. Ik heb het wel nog versierd. Dat gaat je zelf zien. Dat staat niet op het filmpje. Maar daar heb ik een foto van. Dag!